Om het model te bouwen moeten de onderdeeltjes voorzichtig uit de plankjes worden gehaald. Het hulphoutje kan daarbij helpen en ook een onderlegger komt van pas. Belangrijk is om bewegende, draaiende delen te schuren en van was te voorzien om het soepel te laten functioneren. Er staan symbolen op de pagina's waar extra aandacht voor wordt gevraagd. In dit geval gaat het over het gladmaken met schuurpapier en een beetje was. Het uitroepteken laat zien dat je extra aandacht moet besteden aan de richting of de manier van montage. Bij dit teken moet je een aantal keren de werking controleren en pas verder gaan als het soepel functioneert. Dit symbool laat zien dat je de onderdelen heel goed moet laten aansluiten. Er zijn ook een aantal reserveonderdeeltjes opgenomen op de plankjes. Het is aan te bevelen om ook vooruit te kijken op een volgende bladzij bij een volgend bouwstukje om te zien hoe het later in elkaar steekt. De film volgt gewoon het instructieboek, maar is wel een versnelde weergave. Veel plezier met het maken van dit model. We beginnen op bladzijde 4 met een as bestaande uit twee onderdeeltjes waar twee tandwieltjes aankomen. Het is het begin van het opwindmechanisme en daarom moet de veer daar tussen de twee plankjes worden gedrukt. Wel even letten op de juiste richting natuurlijk. Afdekringetje eroverheen. En nou gaan we de bodemplaat van een paar verbindingsstukjes voorzien. Eventueel met behulp van het hulphoutje even extra aandrukken, zodat de vingers beschermd blijven. Dan kan de veer op de juiste plek gebracht worden en dan moet het zo opgedraaid worden dat de veer binnen de cirkel valt. Even iedere keer goed vasthouden, op zijn plek brengen en dan iets lossen zodat hij op zijn plek komt te zitten. Nu mag aan de onderkant daar een afdekplaatje aan. Even zoeken naar een beetje verbinden en dan stevig aanduwen. Er komen nog twee stukjes op die de opwindknop gaan maken. We maken met behulp van een aantal kleine onderdeeltjes een tandwieltje met aan beide kanten een ringetje. De ringetjes moeten goed glad gemaakt zijn, net zoals het tandwieltje. Moet nog een keer gebeuren, maar dan met een net iets ander asje. Past allemaal keurig in elkaar. En dan kunnen die tandwielsysteempjes op de juiste plek worden gebracht. Daar gaat een systeempje overheen en nogal één, die moet daar onder het grotere tandwiel. Nu kan daar weer een tandwiel opgemaakt worden met opnieuw een ringetje en alles natuurlijk goed glad gemaakt en met was bewerkt. Nog een stukje van de bumper. We maken een lange as. Met een tandwiel. En de ringen, zoals al eerder gezegd, goed glad gemaakt. En ook de ronding waar straks de as invalt, kun je aan de binnenkant even glad maken. De zijkant moet er opgelegd worden. Dan is het zoeken naar dat alle verbindingspuntjes op hun plek komen. Langzamerhand steeds verder aanduwen, net zo lang, totdat het overal helemaal aansluit.
De as kan erin en dan de andere zijkant. Nu niet alleen de verbindingspuntjes op hun plek, maar ook de as even goed. Kijken of het goed draait. Er kan aan de voorkant nog een dwarsbalk. Opnieuw een tandwielsysteempje, nu met een heel klein priegelig asje erin. En nogal één. Het middenstukje pasta precies over elkaar. En die kunnen daar ook weer op de juiste plek worden geplaatst. Het afdekstuk eroverheen. Ook hier weer stukje bij beetje aandrukken. Even goed kijken welke stukken verbonden moeten zijn. Kijken of de verschillende wieltjes er goed in liggen en aansluiten. En net zo lang doorgaan tot het inderdaad overal precies past. Nu kunnen we even gaan proberen. En als het goed is, dan functioneert het, draait het. En zo niet, dan kun je misschien nog een stukje terug. Voor het stuur wordt er een onderdeel gemaakt. Daar komen twee onderdeeltjes waar de stuurstang aankomt. Dat moet natuurlijk in spiegelbeeld gebeuren. Nu kan de stuurstang daar ingeschoven worden en de twee onderdeeltjes zo dat ze in beide gaatjes vallen en op die manier de stang daar meenemen. Een plaatje daaroverheen om alles vast te zetten, verbindingspunten, maar ook de onderdeeltjes van de stangetjes daaronder moeten er goed in passen en ook weer even kijken of het werkt. Als het goed functioneert, dan kan het afgedekt worden met twee van die plaatjes, waardoor het allemaal stevig in elkaar komt te zitten. Even checken, het stuur functioneert, het opwindmechanisme gaat goed, we kunnen verder. Dat worden de wielen. Met behulp van een aantal verbindingsstukjes wordt dat opgebouwd. Even erop letten natuurlijk dat de getekende kant aan de buitenkant zit. En bij deze is het heel belangrijk dat de tandjes de goede kant op wijzen. Daar komt een onderdeeltje in te liggen met twee kleine pennetjes die in en uit kunnen schuiven, waardoor er een vrijloop ontstaat. En tot slot gaat daar een elastiekje omheen, zodat de grip is op de weg. We moeten dat natuurlijk voor de andere kant nog een keertje doen. Het verhaal is hetzelfde. Maar ook hier weer even heel goed letten op de richting van de tandjes en van dat middenstuk. De kleine pennetjes ook even wat geschuurd, zodat ze soepeltjes werken. En tot slot het elastiek erom. We gaan nog wel een wiel maken. Die zijn voor de voorkant.
ook hier met elastieken. En dan moeten er twee dezelfde van komen. We gaan nu eerst een tussenplaatje en dan het eerste wiel. Denk erom dat hij aan de goede kant zit. Is te zien ook aan de tekening op de zijkant. Zodat de tandjes van de wielen de goede kant op staan. Andere kant hetzelfde. Even erop letten dat de kleine pennetjes er niet uitvallen tussendoor. En er komt een afdekringetje overheen, zodat het stevig vast zit. Voor de voorkant eerst een plaatje. Dan het onderdeel wat in de as gaat draaien. Moet even goed glad gemaakt zijn, zodat het lekker soepel draait. En een afdekplaatje. Aan de andere kant hetzelfde. En door het wiel al veel keren te draaien, kun je zorgen dat het echt helemaal soepeltjes loopt. We gaan verder met een onderdeel waar een klem aan zit, straks de eindverbinding. En daar komt een plaatje bovenop. Een onderdeel van het draaibare daksysteem. Lastig om het op zijn plek te krijgen, moet er even in de pennetjes geschoven worden. En dan ook aan de andere kant. En dan het verbindingsstukje zoeken. Stevig op zijn plek brengen. Een paar verbindingsstangetjes die schuin geplaatst moeten worden. En dan gaan we de achterklep maken. Ook hier weer een paar verbindingsstukjes erop en een pennetje er doorheen. Dat wordt daar aan de schuine verbindingsstukjes vastgezet. Daar komt dan vervolgens een stukje op van de achterkant. Dan gaan we aan het werk met de stoelen. Tere kleine onderdeeltjes even netjes op zijn plaats brengen. Moeten er twee van komen. De basis voor de stoelen en de hendels. Kunnen de stoelen daar voorzichtig worden ingeprikt. Het dashboard. Twee verschillende verbindingsstukjes. De ene moet er doorheen met een ringetje en het stuurwiel. Dat kan daar voor op het houdertje van de stoelen worden gemonteerd. En dan komt het voorraam daar voorop. We maken nog een reservewiel. Hetzelfde systeem als de voorwielen. Even erom denken dat de pen erdoor
niet er achteruit geschoven wordt en dan komen daar twee ringetjes op. Nou, kan het geheel verbonden worden. Maken daar nog twee kleine verbindingsstukjes en dan kunnen de zijkanten eraan, die moeten daar overheen geschoven worden en dan is het weer zoeken en proberen tot de juiste verbindingsnokjes zijn gevonden en het stevig kan worden verbonden. Aan de andere kant hetzelfde. Er komen wat kleine lampjes op. De achterbumper als die voorzien is van zijn onderdeeltjes, kan die ook daar worden geplaatst. Stevig op zijn plek. En dan kunnen we het reservewiel erop zetten. Ook hier weer even aan de achterkant goed tegenhouden. En het verbindingsringetje stevig erop zetten. We gaan verder met het draaibare dak. Het moet even heel voorzichtig uitgebogen worden, zodat het daar in de gaatjes valt en draaibaar is. Het echte dak moet daaraan verbonden worden. Dat moet daar onderdoor en dan aan beide kanten even vast worden gezet. Nu moet dat met kleine ringetjes geborgd worden. Lastig om daar tussendoor te werken. Eventueel kun je ze nog met behulp van het hulphoutje een stukje verder duwen, zodat het echt goed stevig zit. We gaan met de deuren aan de gang. Een deurhendel, een spiegeltje. En twee onderdeeltjes die zorgen dat het geheel draaibaar is. Ook voor de andere kant. Ook hier de scharniertjes erop. Eventueel is het dus handig om de pennetjes waar ze invallen iets te schuren, waardoor het makkelijker draait. En dan kan het eerste deurtje erin geschoven worden. Moet even goed op zijn plek. En dan moet het doorgeduwd worden dat het goed aansluit en de deur ook helemaal passend is. Hij moet makkelijk open en weer dicht kunnen. Aan de andere kant hetzelfde verhaal.
We gaan verder voor de motorkap. De lange stang met een paar stukjes eraan die voor de verbinding zorgen. Nog een paar plankjes eronder, waardoor het geheel wat steviger wordt. Daar komen nog twee kleine verbindingsstukjes achteraan. En nu moet heel voorzichtig het plaatje erop gezet worden, passen en stevig op zijn plek brengen. En nu moet heel voorzichtig gebogen worden, zodat het verbonden kan worden met de andere pennetjes. Door deze niet helemaal gelijk vast te zetten, kan later het voorstuk er nog ingeschoven worden, want die moet daar ook nog tussen gepast worden. Met alle voorzichtigheid, want het is behoorlijk teer en breekbaar. Het ziet er prachtig uit. We gaan de voorbumper maken. Twee stukjes er doorheen geschoven. En daar komt een plaatje aan. En het nummerbord. Als allemaal de onderdeeltjes erop zitten, dan kan die verbonden worden met het voorstuk. De lampjes er nog op. En nu mag het aan elkaar worden gezet. Dus ook hier weer even zoeken naar de verbindingen. Even geduldig en voorzichtig. Net zolang dat het stevig op zijn plek zit. We gaan aan het werk met de wielkasten, de zijkanten van de auto. Bestaat uit een heleboel onderdeeltjes. Met behulp van een verbindingsstukje, het tweede, dan een treeplank die daar aankomt. En nogal een tussenstukje. Een tussenstukje die zorgt voor een stevige verbinding. En dan de buitenste zijkant erop. Even kijken of alles goed op zijn plek zit en stevig verbonden is. En dan kan daar aan het achterkantje nog de wielkast voor de achterwiel. Dan moet er nog een tweede van komen natuurlijk, maar in spiegelbeeld. Lichtje erop. De grote zijkant. En nog het achterstukje. De zijkanten kunnen nu aan de auto worden gemaakt. Moet eerst nog het tussenstukje even goed verbonden worden.
De lange zijkant kan er nu worden aangemaakt. Even zoeken naar de verbindingspuntjes. En dan moet het aan de voorkant, aan die voorbumper, op de juiste plek in de gaatjes worden geschoven en stevig worden verbonden. Aan de andere kant hetzelfde, eerst zo'n tussenstuk. En dan het lange stuk eraan. Lastig om ze aan de voorkant op de juiste plek te krijgen. Maar met geduld gaat dat zeker lukken. Nu kan de hele kap over de auto heen geschoven worden, zodat aan de voorkant de nokjes in de gleufjes vallen. En dan zit daar achteraan ertussen een klem die erin geschoven moet worden. Het vereist enige kracht. En daarmee is de auto klaar. Het dak kan open, het kan weer dicht. Je kunt erin, je kunt eruit. Je kunt hem opwinden, moet even de achterwielen vastgehouden worden. Hij kan sturen. En als die opgewonden is en je laat hem los, dan gaat hij er een flink eind vandoor. Je kunt hem ook door achteruit te bewegen opwinden, waardoor hij rijdt. En hij rijdt einden weg, maar je kunt hem ook lekker rondjes laten draaien. Een prachtig model en ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het bouwen ervan.